hard trainen. Mentaal bereid zijn om het uiterste uit jezelf te halen. We werken ongelooflijk hard. 4 jaar lang richting de Spelen van Pyeongchang. Dat betekent dat je dagelijks door die magische grens heen moet. De grens waarbij je alles hebt gedaan wat je kan doen. Maar hoe ga je daar dan doorheen? In topsport gaat het om details. Om milliseconden. En zeker ook bij het shorttrack om millimeters. Want hoe dieper je zit, hoe meer kracht je kunt leveren en uiteindelijk hoe sneller je gaat. Maar wat is dan de ideale hoogte? Hoe diep moet je dan zitten? Tot nu toe schatten we dat in op gevoel. Gewoon op het oog. Dus daar valt voor ons nog zoveel te winnen. In het Samsung Smartsuit zitten 5 sensoren, waarmee we real-time kunnen meten hoe diep de schaatser zit en wat de exacte lichaamshouding en dus de afstand tot het ijs is. Deze gegevens zijn dan direct zichtbaar op de millimeter nauwkeurig. En het mooie is, ik kan op hetzelfde moment een signaal geven naar de rijder dat hij nog iets dieper moet gaan zitten. Kijk, hier zie je de target voor de bocht en hier zie je de target voor het rechte eind. En daarnaast zie je wat ze momenteel live doen. Ik denk dat we hem even een seintje geven. Nu pakt hij hem goed op. Met het Smartsuit maken wij echt een hele grote stap voorwaarts. En mijn atleten kunnen daar ongelooflijk veel voordeel uit halen. Ik als coach kan er veel voordelen uit halen. Die prikkels die wij zoeken en via Samsung in het Smartsuit krijgen, ja, die maken uiteindelijk het verschil.